Vandaag gaan we destilleren. Ik heb een kruiwagen pruimen, heb ik ontpit. En die heb ik in emmers heb ik tot moes gemalen met een verbouwde verfstrippen. Daar heb ik de kanten van aangescherpt. En dan kan je ze heel mooi tot moes malen. En dat ging prima. Ik heb ze in 32 liter emmers, heb ik het, de moes verdeeld. Aangelengd met water. En toen gisteren bijgegooid. Ik heb gisteren heb ik turboclear bij gedaan. Turboclear is om alle onregelmatigheden uit de vloeistof te halen. De vloeistof wordt er veel helderder van en kan je daardoor makkelijker destilleren. Dus ik ga nu de vloeistof overhevelen naar een emmer zodat het in de ketel kan. Verder ga ik het roes wat erin zit nog zoveel mogelijk proberen te filteren om zoveel mogelijk van de vloeistof waar de alcohol in zit te kunnen gebruiken. En daarna gaat het in de ketel en dan gaan we stoken. Dit is de inhoud van de emmers. Het ziet er een klein beetje anders uit. Ik heb alle vaste bestanddelen heb ik al in een eerder stadium eruit geschept. Zodat er alleen nog maar een lichte vloeistof overblijft. Als je goed kijkt zie ik nog een klein beetje borrelen. Ik kom nog wat boven drijven. Maar het heeft nu 2 weken staan gisten en ik heb de deksels met de watersloot heb ik even apart gelegd. Dus ik denk dat het nu wel goed is en ik ben gewoon heel benieuwd wat het resultaat is. Dus ik ga het overhevelen naar de emmer en kijken of het nog kan filteren. Zo, dit is de eerste emmer. Ik ga het in de ketel. Nou, de ketel staat klaar. Even de bovenkant eraf. En dan kan ik heb hem schoongemaakt. Vloeistof kan erin. Check of dat kraantje dicht staat. Oké, dan kan de rest erin. De emmer is bijna leeg. We komen nu vrij veel droes tegen. Dus ik pak even een dunne slangetje. Zodat het wat gecontroleerder gaat. Deze slang is gebruikelijk voor de koeling tijdens het destilleren. Die is helemaal dunne. Het hevelen. Het smaakt niet vies of zo. Het is echt een beetje sterke vruchtensmaak. Ja. De rest wordt wel heel veel droes.
veel het zeefje schoonmaken. Smaakt vrij sterk. Ik heb nog ietsje bij de vloeistof in de ketel gedaan, anders, ja, anders is het ook zo zielig dat er maar zo weinig in zit. Ik heb de ketel heb ik elektrisch gestookt. Ik heb er eerst met de originele, want hij is gemaakt van een oude boiler. Er zit nog de originele verwarming elementen in, daar heb ik een paar keer mee geprobeerd, maar dat duurt uren dat het op temperatuur is. Ik heb nu omgebouwd met een element uit een wasmachine. Die heb ik hier aan de zijkant, laat ik wel nog zien. En dat gaat vrij snel, dan is hij met een uurtje op temperatuur. Het is tijd om de deksel erop te zetten. En aan de deksel komt de condensator. Hier zit de temperatuursensor. Belangrijk tijdens het destilleren om te meten wat op dit punt de temperatuur is, wat hij hier vindt. Hier bepaal je, hier meet je wat de verdampingstemperatuur is van de alcohol. Dus niet de temperatuur van de vloeistof, dat is niet belangrijk. Het is de temperatuur op dit punt waar het de condensator ingaat. Die ga ik er nu aanschroeven. Ik heb hem onlangs aangepast. Ik had eerst een kleine condensator met een pijp van 15 mm. Nou, dat vond ik heel erg langzaam gaan. Ik heb hem nu een nieuwe gemaakt. Met een buis van 20, 22 mm. Die komen er nu aan. Dit is dubbelwandig. Door de binnenste buis gaat de damp. En in de buitenste buis gaat het koelwater. Gaat er onderin en komt er boven weer uit. Dus een gesloten circuit. Dit is de condensator. Die zit goed vast. Dit is de emmer met het koelwater. Ik heb een pompje. Een heel simpel aquariumpompje. Die gebruik ik om het water te circuleren. Verder doe ik er nog een zakje ijs bij om het goed op temperatuur te houden. Oké, pomp is eraan. Het is een heel simpel pompje die niet zoveel kracht heeft. Dus hij kan het niet helemaal omhoog pompen. Dus ik moet even aan de slang zuigen, zodat de pijp zich helemaal vult. En nu stroomt het door. En dus genoeg. En dus die gaat erin. Dus ik doe deze gewoon lekker aan de zijkant. Vervolgens ga ik de controller aansluiten. Deze heb ik zelf gebouwd. Dit is een PID-controller. Met andere woorden, een apparaatje wat de verwarmingselementen aanstuurt en de temperatuur meet.
Dus je stelt een temperatuur stel je in die je nodig hebt. En dat apparaat zorgt ervoor dat die gevraagde temperatuur ook haalt en hem goed op temperatuur houdt. Ik moet net een snoertje pakken. Belangrijk is met elektronica en water dat je zorgt voor een goede aarding. En dat je hem aansluit, dat als je hem aansluit, dat de stekker nog nergens in zit. Dan kan je wel eens tot onaangename verrassingen komen. Zo, dus aangesloten, check nog even dat de aarde ook op de aarde zit. En anders gaat de zekering eruit. Dus je sluit nu de verwarmingselement aan op de controller. En dan kan hij aan. En hij komt op met de laatst ingestelde stand. Hij meet nu dat het 17 graden is. En 16 graden. En ik zal hem eerst op een wat lagere waarde zetten. Dus ik heb nu op. De vraagtemperatuur is 65 graden en hij meet nu 16 graden. Dus hier meet hij nu 16 graden. En ik kom nu even met de hand. Dan loopt hij weer op. En ik hoor nu al dat het verwarmingselement werkt. Nou, alles staat klaar. Koelwater stroomt. Zag gaat goed. Controle staat aan. Je hebt gezegd van ga eerst naar 65 graden. De temperatuur die hij nu meet is 17 graden. De zaten zit goed vast. Wat ik alleen nog moet doen is de ketel afplakken. Omdat die anders heel veel gaat lekken. En dan werkt die niet goed. Dus dit is de deksel en de ketel zelf. Die naad die ga ik even afplakken. Zodat er geen lucht door ontsnapt. Wat je veel leest van mensen is dat ze dat met brooddeeg doen. Ik vind brooddeeg, vind ik een beetje een rommeltje. Ik doe het met tape. En dat gaat prima. Zolang niet terecht gaat. Ontsnapt. Ja, en dan zit de ketel dicht. Dus nu alles wat er in die ketel vrijkomt, kan alleen maar via de condensator naar buiten. En datgene wat er vrijkomt, dat regelen we met de temperatuur. En dat houdt in zo rond de 76 graden ontstaat de alcohol. En het eerst ontstaat methylalcohol, dat is de slechte alcohol. Die is niet voor consumptie. En daarna ontstaat de ethylalcohol. En die kan je wel drinken, dat is de lekkere alcohol. Dus nu is het tijd, dus nu is het wachten.
start op 18 graden. Maar dat gaat snel oplopen.